Ik ben Olivier en ik ga wandelen. Olivier Scheffer is een Rotterdamse kunstenaar, ontwerper, wildsnoeier en van alles nog wat. Maar hij is vooral ook gek op wandelen. Op 10 juni vertrekt hij met het vliegtuig naar Finland om vanuit daar een wandeltocht te maken van bijna 3000 kilometer. Een heel tering aan het wandelen ga je. Ik ga een tyfus aan het wandelen, ja. Ik ga van Helsinki naar Thessaloniki. Dat is van Finland naar Griekenland. Dat is 3000 kilometer. Finland, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Wit-Rusland, Oekraïne, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Servië, Montenegro, Macedonië en Griekenland. Griekenland is het enige land dat ik ooit gezien heb. Dus ik ontdek 13 nieuwe landen. Dat vind ik echt zo ontzettend gaaf. Bevriende kunstenaar Jeroen Jongeleen heeft affiniteit met het project van Olivier. In 2015 rende hij in minder dan 2 weken van zijn atelier in Rotterdam naar de expositieruimte in Berlijn. Een van de soort van ruisdingetjes die ik boeiend vind als kunstenaar zijn die olifantenpaadjes die overal liggen. En op een gegeven moment dacht ik van, het is eigenlijk wel fascinerend om die dingen zelf te kunnen maken. En toen ben ik begonnen met hardlopen om dat langzaam te kunnen produceren. Ja, en op een gegeven moment liep dat gewoon helemaal uit de klauwen. Die afstand overbruggen zelf is al een werk aan zich, zeg maar. Dus om 100 kilometer te rennen of de ruimte van mijn atelier, dus uiteindelijk naar Berlijn, zeg maar. Ja, dat is het werk zelf. Ik vind het heel dapper dat hij dat doet en heel prikkelend. Ik ben nog heel benieuwd wat voor schoenen je dan aantrekt. Deze gaan allemaal mee voor de eerste 30 kilometer per dag. En dan aan het eind trek ik een soort pantoffeltjes aan voor de laatste 15 die gewoon wat lekkerder zitten. Dus ik vermoed dat ze in september allemaal in het Museum Rotterdam tentoongesteld staan als volledig versleten Rotterdamse wandelschoenen. Een oude zak, een zijden slaapzak in een hele mooie pet. Ken je dat? Dat is als je dus met een andere taal om moet gaan en je hebt iets nodig. Dan staat hier, ik wil graag een fiets huren met een helm. En ik heb zelf dit erin getekend, de wandeling zelf. Zit Slowakije, zit dat wel in de euro? Oké, dat soort vragen zijn heel goed. Hè? Dat heb je nog niet beantwoord. Nee. En je gaat maandag weg. Ja. Ja. En er is een tijdzoneverschil. En ik weet niet hoe dat gaat gebeuren. Ja. Dus tussen Estland en Litouwen. Dat maakt voor de wandelaar niet uit natuurlijk. Krijg je jetlag. Ja. Van een uurtje. Oh, gaat de interviewer ook leuk doen. Dit is een beetje tempo ook, dus je gaat aanhouden. Nee, de tempo is vrij hoog. Ja. Ren even mee. Ja, het is iets van... Het is ergens rond de 6 km per uur. So new was like any other. Until I made... Hoe ver heb je nu gelopen? 100 meter. 100 meter, spierpijn. Helemaal kapot. Ja. En daar staat een vrouw ontzettend te handelen met een tuinplant daar ginds. En dat is best wel interessant. Ik ga een stukje lopen van Helsinki naar Thessaloniki. Oh, okay. Dat is 3000 kilometer. Dat is best ver. En Open Rotterdam TV vindt het leuk om daar een stukje over te doen. De wandeltocht van Olivier is vanaf maandag te volgen op de Facebookpagina Helsinki to Thessaloniki. Toch nog op de valreep hebben we toch nog echt nieuws. Nieuws. Het brengt geluk. Is het zichtbaar? Ik ben volgesneden door een vogel en dat brengt geluk. Ja.